allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik kom net thuis van het Alexandrium, een winkelcentrum bij ons hier in de buurt. Ik moest even een broek van de zaterdag brengen. Hij was toch te klein. Online is het nu in 42 eigenlijk nergens meer, maar ik wil hem zo graag dus... Eigenlijk hield ik hem maar heet bij me, maar ik dacht nee, ik ga hem terugbrengen, hij is toch echt net klein. Dus ik hoop dat het 42 nog online komt, want het is zo echt... De perfecte spijkerbroek gewoon. Dus ik bouw wel. Maar die ben ik dus net deze terugbrengen. Ook had ik gelijk een twissel gehaald bij de Jamin. Zo'n ijsje. Dat vind ik echt zo ontzettend lekker. Dus die had ik net gehaald. Ik was in mijn eentje gegaan. Echt nog nooit in mijn eentje ergens naartoe gegaan. Maar ik denk ik ga gewoon. Ik verveelde me zo erg. Want vandaag is de tweede Pinksterdag. Dus de winkel is ook dicht. Dus ja, dat is eigenlijk wat ik vandaag gedaan heb. Verder ga ik niet zo heel veel doen vandaag. Ik heb wel lekker het boodschap gedaan. We gaan vanavond pasta met garnalen eten, waar ik echt super veel trek in heb. Dus ja. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik heb het haar gekruld. Ik ga helemaal stuk om mezelf. Ik heb het even met de krultang weer gedaan. Dan heb ik toch het gevoel dat het beter blijft zitten dan de Dyson krultang, denk ik. Want ik had het... zondag ook met de krultang gedaan. En toen bleef het voor mijn gevoel beter zitten. Het moet natuurlijk wel nog even uitzakken. Want dit is nog geen gezicht. Maar dat heb ik nog even gedaan. Ik wil jullie ook een pakketje laten zien. Even kijken hoor. Ik heb dit pakketje mogen ontvangen. Ik ga even kijken of ik hem met mijn één hand eraf kan halen. Ja. En hun hebben dus een editie. Of hoe noem je dat? Een lijn nu voor blond haar. Echt super leuk, dus dit wil ik van de week even gaan proberen. Er zit een masker in, een shampoo en een leave-in treatment. Ik weet niet precies wat het is, maar ik denk dat het allemaal hierin staat. Hoe het werkt. Ja, kijk, hier staat het in hoe het werkt. Dus dit ga ik van de week even proberen. Als jullie het leuk vinden, moet je zeker blijven kijken. Maar vanochtend ook even geen tijd. Ook allemaal te filmen, want ik ook nog vanavond, of vanavond, nu, mijn auto moet even brengen. Die moet even een, hoe noem je dat, een beurt krijgen of een, ja, voor mij heet dat gewoon zo. Dus die ga ik nu wegbrengen. Ik ga ook even omkleden en mijn haar, ik ga helemaal stuk van die pijp krullen. Ik heb even mijn auto hier zo afgegooid. We gaan gelijk weer reiniging over mijn kap doen. Ik heb natuurlijk zo'n beige... kap die er, hoe noem je dat nou? Hoe noem je nou zo'n kap die er af kan? Cabrio, toch? Ja, zou je er al niet op komen. Ja, ik kon er niet op komen. Maar die kap wordt gelijk gereinigd, omdat het natuurlijk beige is. Het wordt sneller vies, dus die gaan ze schoonmaken en dan weer een laagje overheen doen. En ze gaan hem controleren. Dus ik hoop dat ik hem morgen op kan halen. Want dan moet ik natuurlijk nog intrekken dat laagje dat er op mijn... We zijn bezig met de foto's maken. Maar ik heb nog tomatensoep op mijn mond. We hebben het gegeten. Maar ik heb nu even een broek aan van Stacy. Die is net iets korter dan mij. Of hoe noem je dat? Net iets minder lang dan mij. Maar die had dus zo'n cargo broek aan. En ik zoek er dus al super lang een. Maar nu twijfel ik dus of ik deze niet te kort vind. Of hij zeg maar net goed is. Ik denk dat hij wel goed is. Maar of die hem ook weer niet breed maakt. Ik vind hem wel echt heel erg leuk. En deze is van de Bershka, dus. Ja. Wel heel erg leuk. Het is nu alweer avond. Ik heb mijn camera vergeten. Op de winkel, in de winkel. Boven. Bij de fotohokruimte, hoe je het wil noemen. Super dom, dus ik film even mijn telefoon. Ik en Stacy zijn na de foto's vanmiddag nog even naar de stad gegaan. Omdat ik een cargo pants van haar had gepast. En had ik dat gefilmd? Ik weet het niet. Mij wel. Maar die was echt geweldig. Dus ik heb die zelf... Of nou ja, we wouden hem eigenlijk de beige halen. In het beige was die niet meer in mijn maat. En de groene heb ik overgekocht van Stacy. Want die wou toch een maatje kleiner hebben. Dus ja, toen ben ik ook nog even langs de Zara gegaan. En heb ik weer nieuwe broeken gekocht. Want ik ben een beetje koopziek. Maar perfecte broeken vinden van mij is gewoon super moeilijk. Vooral die lengte. En ik zag deze broeken
of broek bij de paskamer. En L, hij is in medaille echt veel te groot. Maar als het goed is kan ik die laten innemen. Dat ga ik even vragen. Dus ik laat het kaartje nog aanzitten. Anders ga ik hem terugbrengen als het niet kan. Maar dit is een super lange straight leg broek. Ik zal hem wel even aandoen. Dan kan ik jullie laten zien. T, zag ik dus in de paskamer. Kijk, en hier is hij dus wel echt te groot. Maar in de lengte en zo, weet je of jullie het goed kunnen zien, is hij dus. Nou, ik kan het niet echt zien, maar hij is dus echt perfect qua lengte. Hier ben ik echt heel erg blij mee. Hopelijk kan ik deze een beetje laten innemen, want hier zit hij dus wel goed op mijn benen, waar ik normaal een beetje strak zit. Dus die heb ik gehaald. En ik zal even die andere aantrekken. Dat is denk ik wel echt mijn favoriet. Die kleur en hoe die zit. Ik denk dat ik wel nog een klein stukje van de zoom aan de onderkant eruit ga laten halen. Zodat hij nog iets langer is. Volgens mij heb ik deze broek al in het roze. Maar die heb ik in een M. Maar deze hadden ze dus niet meer in een M. Deze heb ik in een L. Maar ik twijfel of ik nog een stukje aan de onderkant wil laten uithalen. Maar dat is dus deze. Super leuk. Eigenlijk ja, ligt hij al op de grond. Dus is het niet nodig. Maar ik vond de kleur en hoe die zat wel echt super mooi. Dus die ben ik heel erg blij mee. Dus ja, dat wil ik even laten zien. Maar ik heb dus helaas mijn camera niet bij me. Dus ik heb het even nu met mijn telefoon gefilmd. Ik ga YouTube kijken. Mijn haar zegt overal nog. Maar de krul zit er wel nog in. Dus dat is echt tof. Hoef ik mijn haar niet te doen echt morgen. Maar ik zie dat ik alweer 3 minuten lang dit film. Dus ik ga verder met YouTube kijken. Ik heb eindelijk weer mijn camera. Ik was hem hier zo in de winkel vergeten. Super dol. Ik ben echt nooit mijn camera. Maar hij lag hierachter. Dus helemaal niet mee naar huis genomen. Ik ben nu in de winkel. Ik ben eventjes snel stories aan het maken van de laatste dingetjes die er ook gelijk op moeten. Zo, moeken. En dan ga ik nog even wat dingetjes maken op Canva. Demi, zo, ben ik slecht in praten vandaag. Maar Demi gaat me even de laatste dingetjes leren die ik moet weten voor hoe ik dingen kan maken en zo. Dus dat ga ik daarna doen. En dan ga ik lekker naar huis zo. Want vandaag ga ik echt op prijs gaan, maar daar ben ik niet gegaan. Dus hoef ik ook niet per se te werken vandaag. Maar ik dacht, ga deze dingetjes even maken en ik moet nog dingen doen op Canva. Ik heb nu ook trouwens mijn nieuwe broek aan. Ik ben hier echt zo ontzettend blij mee. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb het topje erop aan van de Zara. En deze schoenen eronder. Maar ik ga dit even nu afmaken. En dan zo verder met dingetjes maken op Canva. Ik heb net weer mijn auto opgehaald. Hij is zo ontzettend schoon. Ik ben echt blij. Het was echt een bende. We waren een paar weken terug naar een festival geweest. En het lag helemaal onder met... Zo, ruitwissers. Helemaal onder met gras. Maar het is weer echt super mooi. Het dak is ook weer helemaal schoongemaakt. Dus helemaal blij mee. Nu ga ik naar huis. Het regent echt ontzettend hard. Echt verschrikkelijk weer. Ik heb het even Puk uitgelaten. Toen heb ik beneden gelijk gekeken of mijn pakketje al binnen was. En gelukkig is hij binnen. Ik had bij de Stradivarius een kort broekje besteld. Ik zoek echt een leuk lange of korte linnen broekje. Een witte. En toen zag ik deze korte voor de zomer. Want ik weet dat ik dat veel ga dragen, zo'n linnen broekje. Een witte. Ik hoop dat de maat goed is. Dus ik ga even passen. Ik hoop echt dat hij goed is, want maten kunnen zo raar uitvallen. Hij ziet er wel ruim uit, maar ja, je weet het nooit. Dit is hem. Scherbelcellen. Deze, dit is dus een wit linbroekje. Er zaten echt super veel andere kleuren, dus ik ga hem nu even passen. Ik hoop dat hij goed is. En ik denk als ze nog andere kleurtjes hebben, dat ik die misschien ook wel ga bestellen. Want ze hadden ook nog roze en groen en dat vind ik ook echt heel erg leuk voor de zomer. Ik heb hem, nu aan. Hij is op zich wel goed, maar hij trekt bij mijn kont, zeg maar, hier een beetje. Hij is wel echt leuk en de lengte is ook goed.
Maar dit is zeg maar net iets te strak. En ik kan hem ook niet iets naar beneden doen, omdat hij hier wel wat strakker zit. Ik twijfel of ik hem wat groter nodig heb. Maar ik denk als ik hem wat groter neem, dat hij misschien net groot wordt. Ik vind hem wel erg leuk. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik ben me even aan het klaarmaken en dan ga ik zo werken. Gisteren was Rick nog naar me toe gekomen. Hey! Ja, ik knip het uit. Doei! Gisteren was Rick hierheen gekomen. Dus we bleven eten. En toen we gisteravond naar huis gaan, want hij kon niet blijven slapen omdat zijn ouders de auto nodig hadden. Kijken of ik goed zit. dus ja, dat. Oh, ik ga nu werken. Vandaag komen er super veel spullen weer binnen op de winkel. De nieuwe collecties van volgende week en aankomende week. We moeten even kijken hoeveel we hebben ingekocht. En hoeveel collecties we eruit kunnen halen. Dus ja, dat is vandaag wat we gaan doen. Dus het wordt heel veel uitpakken. Want waarschijnlijk komen er echt super veel dozen binnen. Ik heb nu dit t-shirt topje aan van de Zara. En onder draag ik mijn cargo broek van de Bershka. Dit is de eerste ooit waar de lengte voor mij goed van is. Ik draag nu ook een 40. Maar hij hangt zeg maar net niet goed. Dus ja, hier ben ik echt blij mee. Ik heb hem ook gelijk in beige besteld. Maar ik ga even mijn tanden poetsen. En dan gaan we zo. Oh, scherp. Zo weg. Ik moet ook even een broek ophalen bij de kledingmaker zo. Want die heb ik aan de bovenkant laten innemen. Omdat hij te los zat. Ik heb me helemaal klaargemaakt. En weet je wat ik dacht? Ik dacht, ik doe deze schoenen eronder. Dat vind ik echt heel leuk. Dus die heb ik aangetrokken. Ik ga even mijn leren jasje aan doen. Want de regen, dat is echt weer slecht weer. Maar geeft aan voor volgende week. Dat het echt weer super goed weer wordt. Hier zaterdag 21, 19 graden, 18, 21, 21, 21. Dus dat geeft echt goed weer aan. Dus dat is echt super fijn. Want het is ook alweer onderhand juni. Nee. Wel, jawel. Ja, het is alweer 9 juni, zo. Pff, tijd gaat echt snel. Ik had van de week een broek bij de Zara gehaald. En die heb ik later inkorten. Maar ik wou laten zien hoe netjes dat gedaan had. Dit is zeg maar de achterkant. En nu zie je dan aan de binnenkant van de broek. Dat hij dan kleiner heeft gemaakt. Maar aan de buitenkant zie je het letterlijk gewoon niet. Ik ga hem even passen. Ik heb gezegd toen ik ging spelen van liever iets losser dan strak. Dus ik mag hopen dat hij niet te klein heeft gemaakt. Dan ga ik ermee terug. Ik ben gewoon een beetje zenuwachtig. Ik hoop echt niet dat hij dadelijk te klein is. Thuis van werk. Ik heb even snel andere pantalon die ik gisteren ook aan had aangetrokken. Hetzelfde topje heb ik nog aan. Hij is wel een beetje vies geworden hier, maar valt niet heel erg op, denk ik. Ik doe even een ander topje aan, maar even kijken. Wij gaan wat eten bij Jovel. Echt een super lekker restaurant. Ik heb vorige week ook laten zien als het goed is. Echt heerlijk eten. Dus daar gaan we nu heen. Rick is ook onderweg hierheen. Die blijft hier slapen vanavond. Oh my god, het is zo heet in mijn kamer. Ik heb mijn airco aangezet, want het is echt niet te doen. Ik had die broek trouwens ook gepast, deze. En die was echt perfect ingenomen. Maar kijk, je ziet het dus echt letterlijk helemaal niet. Aan de achterkant en aan de binnenkant zie je dus dat die
kleiner gemaakt is. Echt super fijn. Die doe ik morgen aan. Want morgen ga ik met Stacy en Lindsay uit eten. In Den Haag bij een Italiaan. Ik weet even niet hoe die heet. Iets met Marina. Dus daar heb ik super veel trek in. Maar eerst gaan we nu even lekker wat eten bij Jovan. Het is echt niet normaal warm in het huis. Maar ik heb nu mijn Zara spijkerjasje heen. Met deze tas heb ik echt al lang niet gedragen. En gewoon weer topje eronder gedaan. Mijn zonnebril van de Dwenstore. Volgende week woensdag komen onze eigen zonnebrillen. Hij is ingezoomd. Komen onze eigen zonnebrillen ook binnen. Met onze eigen naam er ook op. Echt super leuk. Duimpje omhoog. Hoi. 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 Goedemorgen. Het is vandaag vrijdag. En ik ben net wakker. Echt net een kwartiertje. Maar ik ga even klaarmaken om vandaag foto's gaan maken voor een nieuwe collectie van volgende week. Want mijn ouders gaan zondag naar Ibiza toe. Echt super leuk. Alleen dan zijn ze er natuurlijk niet en kunnen we de foto's niet maken. Dus dat gaan we vandaag doen. Maar ik moet mijn haar wassen, want het is echt super vet. En ik had een heel erg leuk pakketje binnengekregen. Dus die wilde ik met jullie even aan uitpakken. Volgens mij heb ik dat al eerder in een vlog gedaan. Maar er zit dat product in die ik ga gebruiken. En dan wil ik even jullie laten weten wat ik ervan vind. Ik heb ook een korsje om mijn oor. Het is echt heel irritant. Maar even kijken. Het is een speciale lijn die ze hebben uitgebracht voor blond haar. Of geverfd haar vooral, volgens mij. Dan zit er als eerst een... Oh, mijn bakje is goed. Een boekje in met... dit en dan hier zo. Hier. Hier. hoe je de producten wil gebruiken. Echt super fijn. En dan hebben ze hier aan de achterkant ook nog andere producten. Of nou ja, hetzelfde product een beetje. Maar hoe je ze beter of zeg maar meer beschermend maakt voor je haar. Of iets minder. Ik heb deze, de bovenste. En dat is een shampoo. Een... masker voor je haar en een leave-in voor na het wassen. Dus ik ga als eerst met het wassen op mijn haar de shampoo gebruiken. Dat is deze. Ik ben heel erg benieuwd. Even. Hij rookt wel erg lekker. Ik heb al aangeroken zo. Pff. Ik zie er echt moe uit. Ja, hij ruikt echt super lekker. Dus die ga ik als eerst gebruiken. Dan maak ik mijn haar na... Nou, het was een beetje, hoe noem je dat, handdoek droog. En dan ga ik deze masker gebruiken. En ik zag dat die ongeveer voor 3-4 minuutjes in je haar moet blijven. Dus dat is wat ik onder de douche ga doen. Die ruikt ook echt zo op mijn lip. Die ruikt ook echt super lekker. Ik weet niet of die gelijk scherp wil stellen. Maar dat is deze. Dus die ga ik als eerst gebruiken. En dan als laatst de leave-in treatment. En dat is voor na het wassen. En dat is dan een verzorging voor je haar. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd. Ik ga het nu gebruiken. Dan kom ik zo bij je terug. Ik heb mijn haar gewassen, de masker erin gedaan en ik heb net deze erin gedaan. Ik moet zelf dat ik alle producten echt super lekker vind ruiken. Wat ook heel erg fijn is, is dat het masker niet mega lang in doet. Meestal heb je de maskers, die moeten 7 tot 10 minuten in ofzo. En deze hoef je maar 3-4 minuten in je haar. En ik heb ook het geduld niet om het zo lang in mijn haar te laten. Dus deze was echt top. Ik moet zeggen dat de shampoo wel wat stugger was. Maar dat vind ik ook niet vervelend, omdat meestal dan het gevoel hebt dat je dingen krullen of wat je er ook mee doet, je haar daarna wel beter blijft zitten. Maar ik ga even mijn haar droogveunen en ik moet het krullen voor de foto's. Dus dat is wat ik nu even ga doen. Ik heb net mijn haar gekruld. Het moet even nog een beetje uitzakken, maar ik heb het nu met mijn krultang gekruld. Ja, ik kan natuurlijk ook niet zeggen of ik het echt... mega fijn vindt. Tot nu toe vind ik het fijn.
Maar op lange duur weet ik natuurlijk niet. Dus ik ga het gewoon een paar keer ook gebruiken, de shampoo en masker en zo. Ik kwam er niet op. Dus ik zou het jullie nog wel eens laten weten. Maar tot nu toe vind ik de producten echt super fijn. Ik hoop ook dat het een beetje blijft zitten, mijn haar. Maar ik wil even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit leren jasje aan van de Zara. Topje van de Zara en broek van de Zara. Mijn witte zak mustache. En deze Dunks erbij. Dit is de nieuwe collectie voor deze week. Daar hangen ook nog wat dingetjes. En dit is de collectie die we voor volgende week op de foto zetten. Maar dat is pas als mama terug is van Ibiza. Maar dit gaan we vandaag op de foto zetten. Want het is voor volgende week wat online komt. Er zitten echt hele leuke dingen tussen. Kijk, ik vind deze jurkjes ook echt super leuk. Die hebben we dan het groen en het roze. Ik vind dit ook echt heel erg leuk. Deze. En dan hebben we zo'nzelfde kleur topje eronder gekocht. Dat je dat eronder kan dragen. Die hebben dan nog een paar kleurtjes dus. Dit vind ik ook heel leuk. We hebben echt hele leuke dingetjes. Deze moest vorige week eigenlijk al op de foto, maar die waren vergeten. Dus ja, dat zijn alle nieuwe dingen. Deze is ook echt heel erg leuk. Dus zo'n strandjurk. Deze heeft hem nu ook aan. Echt leuk. En deze kimono is echt denk ik mijn favoriet. Deze kleurtjes. En dan is dat zeg maar met een touwtjesstrik ding omheen. Hoe je dat wil noemen. Dus dat is vandaag wat we allemaal... Deze is ook trouwens heel erg leuk, een jumpsuit. Ik ben benieuwd of die past. Maar dat is trouwens... Dat is trouwens, zou ik zeggen, maar dat is niet trouwens. Dat is wat we allemaal op de foto moeten zetten vandaag. Oh ja, we hebben ook... Hey, Puk, wat doe je daar? Puk! Oh, wat doet hij? Puk, wat ben je aan het doen? Kom! Maar ik ga stuk. Puk! Oh, die gaat even kijken wat hij gaat doen. We hebben ook weer nieuwe schoenen en sandalen. Deze zijn ook echt heel erg leuk. Deze. Die hebben we ook in het zwart en in het roze. Wat hadden we nog meer nieuw? Sleehakken hadden we al, maar die hebben we nu in een ander soort. En hadden we nog meer nieuwe schoenen? Oh, deze hakken met strik. Deze. En een strikje aan de voorkant. Die hebben we ook nu. Kijk hoe leuk deze top is die ik aan heb. Ik vind hem echt heel erg leuk. Ik heb ook deze laars eronder. Ik had net ook nog een beige hoed erbij. Wacht, waar is die? Waar is de beige hoed? Ik moet even muziek iets gaan zetten. Maar kijk hoe leuk. Dit staat zo. Echt helemaal. Ja. Dit vind ik heel leuk. We zijn klaar met foto's maken. Hè, Puk? Pukkie. Pukkie. Ik ga er mee naar beneden. Maar we zijn klaar foto's maken. We hebben echt een super leuke collectie erop gezet. Ik heb hem weer omgekleed in mijn eigen outfit. Oh, die tas. Dit is Puk's tas voor op de winkel. Die laat helemaal los. We hebben thuis wel een nieuwe, een mooie. Maar deze laat echt helemaal los. Maar het is vandaag Demi's laatste dag. Dus we gaan haar bloemen geven. Haar lievelingsdonuts van de markt hier zo. Het is vandaag ook markt. Dus die hebben we gehaald. En nog een cadeautje. Dus die gaan we nu aan haar geven. Ook had ze lekker taart gehaald. Dus dat gaan we nu eten. Echt slecht vandaag. We hebben net patat op van de markt. Dus zo lekker. Nu gaan we taart eten. En vanavond ga ik bij Italiaan eten. Wij lopen nu richting Stella Marina. Het zit hier naast een koor waar ik wel eens een keer gegeten heb. Maar het zat een hele harde wind. Maar ik had het even niet gefilmd aan dat, want het ging niet helemaal zoals ik wilde. Maar ik heb nu deze nieuwe broek aan van de Zara. Nou, laat maar. Het ziet er ook niet uit de beeld. Maar nu gaan we daar eten. Ik ben heel erg benieuwd. Lekker Italiaans. Dus ja, ik heb echt super veel trek. Wij gaan lekker varen. Ik en Stacy zijn echt twins. We hebben allebei de nieuwe kimono aan van de nieuwe collectie van volgende week. En zie je jou? Ja, hier is Nicole. Oh, en daar komt Timo met zijn leuke broekje. Met zijn leuke broekje. Ik heb vandaag gisteren niet meer na het eten gevlogd, maar het eten was echt heel lekker. Ik wilde waarschijnlijk morgen met drie keer gaan eten. Ik zeg, het was echt niet duur, het was echt lekker. Nee, waarom ben ik zo raar belicht? Oké, dit is beter. Omdat je nu onder dat ding zit. Ja, dit is echt veel beter. Maar wij gaan nu varen. Oh, ik moet stoppen met vloggen, want die man is muziek hard.
Wij zijn even hier in het haventje gestopt om even naar de wc te gaan. Timon en Rick zijn even... Auw, je staat al twee keer op mijn slipper. We zijn even naar de supermarkt gegaan om wat dingetjes te halen. Ik heb Q's slippers aan, maar ze snijden echt in mijn tenen. Dat is een pijn. Kijk, daar zitten ze lekker chillen. Het is echt heel erg lekker weer, alleen. Nu de zon weg, ja. Dan is het wel frisser. Ja, ik hoop dat het terugkomt. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik heb het helemaal klaargemaakt. Ik weet niet wat ik laatst heb gefilmd gisteren, maar... Heb je maar toen de boot gefilmd? Ja, een beetje. Met je telefoon dan? Nee, met mijn camera. Maar gisteren met Farah was echt super gezellig. Het was ook echt heel erg lekker weer. Ik zit mijn laptoptas onderzoek ondertussen te zoeken, maar... Die kan ik niet vinden, maar die moet wel mee. Was super gezellig. Heb echt een hele lekkere dag gehad. Het weer was ook echt super lekker. Daarna zijn we gewoon thuis eens eten. Toen heb ik lekker McDonald's gehaald. Daar had ik echt super veel trek in. En nu heb ik me omgekleed. En gaan we zo even naar de stad. Want ik moet hier wat dingetjes terugbrengen. En we gaan daarna naar een verjaardag van Rick's neefje. Dus ja, dit is wat ik aan heb. Ik heb deze body aan van de Zara. Het broekje is van vorig jaar van de Zara. Ik zit echt onhopig te zoeken naar een linnen broekje. Maar ik heb er gewoon één in mijn kast hangen. Echt super slecht. Couvert blazer is van Stacy. Die had ik hier laten liggen. Dus die heb ik aangedaan. Ik heb wel toestemming gevraagd. Die is van Naked. Maar die matcht super leuk met mijn schoenen. Want er zit ook groen in. Dus... Ja, en dan mijn witte tasje. Ik heb wel even een zonnebril, want het is wel echt super lekker weer. Ik weet niet of die blazer te warm is, want het is wel een dikke stof. Maar ja, dat zie ik dan wel. Dus ik ga nu naar stad en daarna door naar Rick's neefjes. Ja. We lopen nu in de stad. Rick heeft echt een super leuke korte linnenbroek en een lange linnenbroek gekocht. Ondertussen zijn we ook Formule 1 aan het kijken. Het is echt een topstart. Nou ja... Voor Verstappen iets minder, maar voor Perez wel. Ik moet nog even twee pakketjes terugbrengen. Ik moet oversteken. Oh jee. Dus ja, dat wil ik vertellen. Ik ga nu even de laatste pakketjes terugbrengen. En ik denk dat ik een ijsje ga halen bij de Jamin. Want daar heb ik echt super veel trek in. We zijn vandaag naar de verjaardag geweest. En nu gaan we... Lekker uit eten. Ik heb echt super veel trek in. Ik heb echt super veel trek in pasta. Vorige keer of van de week. Was dat vrijdag? Ja, was 2 dagen geleden. Toen had ik de truffelpasta daarop. Was echt heel erg lekker. Maar die nu een carbonara nemen. Zodat ik ook wel echt heel erg veel trek in. Dus ik hoop dat die ook lekker is. Ik ga weer even mijn blazer aan doen. Ik ben alleen een lange broek vergeten. Maar we zitten toch binnen. En de zon schijnt gewoon nog. Dus ik denk dat het heel erg is. En dan gaan we nu over 5 minuutjes weg. Dus ja, echt trek. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik ben gisteren helemaal vergeten mijn vlog af te sluiten. Dit is Rick. Ja, Rick Stoelen, hè? Want ze jou laten zien, ga gelijk weg. Ik ga nu mijn vlog afsluiten. Ik heb mijn haar ook. Ik ga even douchen. Ik ben vandaag lekker vrij. Maar ik zal vandaag weer in de volgende week vlog filmen. Ik wil wel even laten zien dat ik deze broek had gekocht. Zondag bij de... Ja, hoe ga ik het laten zien? Bij de... Hallo. Ik film niet, rustig maar. Ik wil gewoon alleen even mijn broek laten zien. Kijk. Ik had deze broek gekocht. Bershka. En ik vind hem wel erg leuk. Hij trekt alleen een klein beetje aan mijn kont. Dus ik weet niet of ik dat irritant ga vinden. Ik moet even thuis nog weer kijken. Maar... Ik denk dat ik hem hou, want ik vind hem wel erg leuk. Dus ja, ik wil hem wel langer laten maken, ook al hangt hij bijna op de grond. Hij kan nog een stukje langer. Zoals je kan zien zit er nog een stukje zoom in. Ho. Kijk, ho. Kijk, er zit nog een stukje zoom in. Dit kan ik er nog uit laten halen. En ik vind het altijd leuker als zo'n broek echt op de grond hangt. Dus dat ga ik wel doen, want nu hangt hij net niet op de grond. Dus ik denk dat ik hem wel hou. Maar... Ik ga een vlog afsluiten. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vonden. Als jullie hem leuk vonden, doe dan een duimpje omhoog. Laat het weten in de reacties. En dan zie ik jullie weer bij een nieuwe weekvlog. Doei doei!